En dan was het weer tijd voor een demonstratie. Een demonstratie in het karate door Tatsuo Suzuki. En niet zomaar een demonstratie. De man is maar liefst 67 jaar oud. En de grote man van het Wado Ryo karate. Uit hier de Tantodori zien dus het gevecht met het mesnet. Tanto is mes in het Japans. Suzuki traint dag en nacht voor een periode al van 20 jaar. Tot hij in 1965 naar Engeland vertrok met een opdracht van zijn leraar. To spread the knowledge and practice of Wado Ryu karate all over the world. Nou, dat heeft hij gedaan. En hoe? Het is ongelooflijk wat die man al die jaren voor de sport gedaan heeft. Van 1965 tot nu al zo'n 30 jaar lang dus. Niet alleen in Europa, maar Australië, Canada, Amerika, India, Indonesië en zelfs in China, om er een paar landen te noemen. En ook hier in Nederland laat u weer even zien hoe vreselijk effectief deze sport is, wanneer je hem goed beoefent. En dat nogmaals op zijn leeftijd nu van 67 jaar. En daar wil hij wel even bij aftikken. Zijn huidige tegenstander, de politieman uit Italië, Sandro Angiolini. De voormalig Europees kampioen die ook veel succes had met zijn nationale ploeg, Angiolini. Hij is overigens, heeft de onderscheiding Hansi gekregen, Suzuki. Een eretitel die alleen aan de allergrootste is voorbehouden. En hij is de enige levende persoon in het Wado Ryu karate die deze hoge titel mag dragen. Ja, nog meer voor ons in petto. Nog een hele mooie kata. De Ryusei, een hoge kata die door Suzuki zelf ontwikkeld is. En pas na zijn dood door anderen gelopen mag worden. Hij draagt er die traditionele kimono bij, zoals u ziet. En het verhaalt de strijd over de samurai. Op authentieke muziek. De kata, de denkbeeldige strijd tegen meerdere tegenstanders, die eindigt ook in een breektest.